1, 2, 3. Hallo iedereen en welkom terug bij Team SCM. Yo. Want we beginnen weer met een goede oude Blue Fucker. De blauwe ongeluk. Sonic the Hedgehog 4. Blue the Fucker. Ja, we komen weer terug. Dat is een originele fan karakter. Blue the Fucker. Like, deze fucker is like een ongeluk voor de mensheid. En ik ben verrast dat hij nog leeft. Zo'n beetje. Is like, dus ik hou van deze fucker, maar waarom? Het komt vooral door spellen zoals dit. Want zoals je ziet, we zitten nu Green Hill Zone. Wacht, wat? Wat? Oké, dus dit is Sonic 4. Nou, voor een van de redenen wilden ze een sequel maken voor Sonic 3. Maar bijna elke level, in feite elke level, is een beetje een level van Sonic 2 of 1. A.k.a. ze hebben niks geprobeerd in het spel. Nee, ze hebben niet echt wat nieuws geprobeerd. En ze kan zien, Sonic ziet eruit alsof hij pre-rendered graphics heeft gebruikt. Ja. De levels zelf zien er niet zo slecht uit, maar... Ja, Sonic ziet er zo shiny uit. Ja, het is like... Eens even fucking kijken. Wat is deze levels naam? Seaside Hill? Nee, Splash Hill Zone. Splash Hill Zone. Ja, ik zie Splash Hill Zone, alright. Het is gewoon Green Hill Zone. Dat is shiny. Of gemaakt van plastic. Het is Plastic Hill Zone. Zo, ik heb een andere vraag voor je, Jess. Heb je trek in een Kiro Cat? En wat? In een Kiro Cat. Nee. Dus... Wie heeft die fucking lijst gemaakt? Ik weet nog steeds niet. Dat is Ennis. Zou jij stemmen op Donald Trump? Ja. Als hij de wand een muur gaat maken, stem ik gelijk op. Is like... het is alleen maar voor die muur dat ik op hem zou stemmen. Dus wat vind je van het feit dat Kondo Final Fantasy het is? Heeft het toevallig te maken met de gorilla's? Het is grappig dat je dat zegt. Oké. Ik kan niet wachten. De aflevering is perfect. In ieder geval, hier heb je deze gouden ring. Je moet erin springen, maar ik ga het nu negeren in de eerste levels, want... ik ga de laatste levels bewaren voor de laatste Chaos Emeralds, want dan hoef ik niet de hele tijd de moeilijkste level opnieuw te spelen om de moeilijkste special stages opnieuw te doen. Moet ik falen. Klinkt dom, dus, whatever. Dus voor... Nee, kijk, hier is het ding. Je kan... Als je de... laten we zeggen dat de eerste vier levels special stages de makkelijkste stages zijn, toch? Mm-hmm. Dus je hebt minder kans als je daarmee gaat falen en opnieuw de level moet doen om opnieuw die special stages te doen. Uh-huh. Dan heb je de laatste drie Chaos Emeralds dat de moeilijkste levels hebt. En het enige wat je dan opnieuw hoeft te doen zijn de makkelijkste levels. Dus de eerste levels. I see. Dus daarom negeren we ze voor nu. So je bewaart je sanity voor nu. Ja, want als je een special stage haalt in een level... Dan kun je niet die special stage opnieuw doen om een andere Chaos Emerald te krijgen. Aha. Dus ik ga alvast zeggen, dit is like... 9 jaar sinds ik dit spel heb gespeeld. En ik heb de laatste baas nooit verslagen. Ik heb ook nooit de Chaos Emeralds gehaald. Dat is geen wonder waarom je dan raged. Nee, wel elk rage is meer op Tim's bullshit. Wat je later zult zien. Dat is waar, dit is gemaakt door Dims, of niet? Ja, dit is eigenlijk waar Dims echt bekend staat met level designing voor Sonic, want... Ten eerste zijn het de physics. De physics zijn heel erg out of effect. Je kan als Spider Sonic van naar boven lopen, zonder geen enkele snelheid. Volgens mij, zover ik weet, hebben ze, vergeleken met events, hebben ze niks gedaan met dit spel. Ze hebben, iets gemaakt, om het simpel te houden. Ja, ze hebben niet... Dat ik jammer is, want als je vergelijkt naar Advance of Sonic Rush Adventure, je kan heel veel... verschillende levelthema's zien en heel veel interessante gebieden. Alleen hier heb je gewoon Sonic 2 levels, maar dan in HD. Nee, het is gewoon een fucking cash grab. Dat is een beetje. Beter. Het grootste probleem met mijn anekdote is de naam. Het is een volg van een spel dat al een van de beste Sonic-spellen is, weet je? Ja. Dus als het zijn eigen ding was, dan heb ik zoiets van, oké, whatever, het is wel leuk. Is dit het spel waar je ook de Homing Attack krijgt? Ja. Ja, dat is waar. Sommige vijanden zijn dan ook een grap geworden dankzij de homing attack. Wat ik raar vind, want Sonic Rush series heeft al de homing attack kunnen doen. En vooral Sonic Colors, en dat was gewoon fijn. Shit, Colors was ook eigenlijk een best wel goede spel. Colors was een goede spel. Op de DS. So, ja, nee, ik zou de DS versie doen eens tot de Wii versie of zoiets. Sure. Dus buiten dat gezegd,
Het grootste probleem met het spel is echt gewoon de physics meer. Like, ja, de gebieden zijn één ding, maar de physics is zo erg out of whack. Like, wanneer je, weet toch wanneer je normaal een bal rolt en je gaat naar boven een sloop en je gaat heel hoog in de lucht? Ja, logica. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet. Je gaat in een soort huzzah-post ten eerste, waardoor je makkelijk geraakt wordt. Maar je gaat ook raar is, want volgens mij de oude Sonic deed dat nooit. Waarom de fuck gaat hij opeens naar zo'n huzzah-post? Ja, dat is precies. En het probleem ook is de level, like, met dit level zijn het meer de bijen die rennen geplaatst, want je moet naar boven swingen met die vines. Alleen je kan zomaar like, in een bij swingen die je neerschiet. Dus like, fuck you. Jij gaat het best wel steeds krijgen bij het einde. Eén ding ook, ik hoop dat deze gewoon niet dat het binnenkomt en zegt van Jesse, je bent een fucking luid. En ik heb zoiets van, maar ik word de hele tijd geluid overlost. Fuck jullie. Misschien moet je dat een beetje zeggen. Kijk naar de buurman. Waarom ben ik de enige die luid is, wanneer ik de hele tijd huismuziek hoor? Ja. Maar ik zijn sowieso, dan hoor je wat raar geluiden in de avond. Want je hoort airconditioning de hele tijd. En daarna... En ik ben een van mijn oordoppen kwijt, dus ik heb niet goed kunnen slapen voor een paar dagen. En dan hoor je toevallig nog like, een ander geluid in een andere kamer, like... Ja, met dat is saai. Maar ik zou dat willen, dan zou ik tenminste kunnen, praten als hem, als een andere beat, als een medium. Weet je wat wil je dan liever een like, fuck yeah, oh yeah, fuck yeah, kind of thing? Nee, ik heb liever, kun je aan mijn tech dat zijn, dat is een andere beat, weet je wel, dat je, ik kan connecten met die beat. Ah ja, ik kijk ook hentai, man of culture. Oké, kunnen we teruggaan naar dat moment waar die vijand vermoord, like, what the fuck was dat, Jump? Die deed na de homing attack. Merkte dat ook? Het was fuck you, dat is waar. En stel je vermoord die ene raket chameleon en opeens jump je naar de fucking spring. Zonder na te denken. Zo'n beetje. Ja, dat is een fucking shit te figgets zijn. De figgets. Physics. Fucking figgets, je fucking bitch. Figgets, ook wel genoemd de fidget spinners. De fidget spinners. Ah, zie je, de fidget spinners maakten deze spel. Ze kwamen terug in de tijd om dit spel te maken. Nee, Dims was like jaren vooruit. Ze hadden al de fidget spinners gemaakt, maar gaven er niet door. Ik ga wel zeggen, though. Het is goed dat ze een level gimmick maken voor elke level, zodat Twist anders voelt. Alright, dan wat is deze levels gimmick? De fucking ropes? Hanggliders. Yeah. Fucking hanggliders everywhere. Het wordt meer in andere levels waar het echt duidelijker is met andere level gimmicks. Het grootste probleem met Dims zijn de springbumpers ook en de hoeveelheid speedbumpers. Het is like, jongens, dit is onnodig. Met hoeveel levens begon je dit spel? Ik ben gewoon geïnteresseerd. Met volgens mij lijkt het 4 levens. Okay. En je kan heel veel levens krijgen in één level. Like, bij het einde van het spel heb ik 80 levens. To be honest, ik zou gewoon deze fucking plek ooit overstaan. Like, fuck the score en shit. Wat score by anyway? Ja, de score is eigenlijk... De enige reden waarvoor je score hebt is voor continues. Wat niet echt uitmaakt, want... Je hebt de level select. Ja, je hebt de level select. Ik bedoel, I guess je kan continuen van de checkpoint, maar je hebt level select. En je hebt like, dacht, je kan makkelijk levens grinden. Exactly. Ah ja, deze baas. Ja. Weet je nog Sonic 1's baas met de fucking wrecking ball? Hij is toch makkelijk, want je hebt homing attack. Ja. Yeah. Kill him! Just kill him! Spijt dat. Wist je dat zonder Shadow the Hedgehog nog edgier zou zijn? Ja, wat is daarmee? Hoe zit het in elkaar? Ten eerste zou aliens rood bloed hebben. Oh, I see. Shadow zou veel vaker hell zeggen. Like, what the hell's going on with me? En Maria zou eigenlijk geschoten worden. Like, zou eigenlijk een beeld zijn waar Maria geschoten werd. Oeh, de edge. Ja, holy shit. Is het like, hoe erg edgy is het geschoten gebeeld? Is het like een slow motion van hoe ze wordt geraakt door de kogel? Het is meer, je kan haar zien like, in de lucht vliegen door de kogel in slow motion. Nou, dat hoort op. Maar moet ik zijn, ze hebben dat zo'n beetje al gezien in de anime en in de stripboeken. Dus het is niet zo erg. Shit, de anime en de stripboeken zijn veel fucking edgier. I know, right? Holy shit, al die edge. Het doet pijn, man. Het doet fucking pijn. Ja, het snijdt me de edge. Het is te scherp.
Misschien zijn we beter of als we gewoon like, op dit punt like, ik weet, sorry, de hele... Zo gaat praten over de Kitama aflevering, maar je hebt toch niet gekeken. Het is pijnlijk. Om eerlijk te zijn, het is een van de beste afleveringen die ik heb gezien. Voor Kitama. Dat was de meeste afleveringen zo met Kitama, als je terugkijkt. Dat is waar. Maar ik denk dat na zo lang niet een grap aflevering hebben gehad, dat het zo wat je gewoon al uitgaat hier. Dat is een goed punt, hè, of niet? Dus like, de laatste tijd hebben we heel erg veel serieuze arcs gehad. Dus Sorachi moet gewoon vol trolling gaan. Is hij... Oké, hier is waar Jesse het over had, met momentum bestaat niet. Ja. Loop, Jesse! Loop! En het voelt zo... Loop gewoon! Dat is ook wel wat het is, ze willen dat je hier loopt. Ze willen niet dat je hier de spin dash, want als je rolt dan ga je slomer, wat raar is. Het voelt zo raar, want je gaat legit slomer als je rolt. Je moet niet rollen, je moet rennen. Je moet er gewoon op rennen, Jesse. Loop gewoon. Ja, daar gaan we. Je zegt het als grap, maar je hebt geen ongelijk. Kom op. Je moet gewoon lopen, Jesse. Ben je de spin dash doet nemen, dat is fucking sukkel. Er is geen... Ja. Ah, yeah. Zo zie je dat? Goed, ja, maar Sonic 4 physics. Weet je nog... yeah, kijk hoe snel we door die loop heen. Weet je nog hoe ik like, in Sonic 2 dat shit like, heel erg grappig kon doen? Like, je drukt een beetje in en je gaat maar heel even naar vooruit. Like, maar je krijgt hier al de momentum om door de hele ring heen te gaan als je daar maar gewoon heel beetje in drukt. Ja, zolang je moderately comfortable gaat. Wat is dit? Sonic the Hedgehog? You mean slow the fucker. Nee, sorry. Slow the fucking ongeluk. Slow de ongeluk. Dat is een fucking beetje wat Sonic is op dit moment. Dat is een ongeluk. Hij is een ongeluk dat al lang al moest sterven. Moest sterven in Sonic 06, maar leef. Hij Sonic leeft. Is een rollercoaster. Hij weet niet wat hij wilt. Dat is like Sonic coaster. Oh shit. Ah fuck. Oh. Jesus Christ. Wie heeft deze schoppersheets gemaakt? Sorry, ik moest even wachten, ik moest hem gokken. Holy shit. En volgens mij zijn er meerdere van die jackpots of niet? Of van ja, die slots? Maar het is de volgende level waar je levens gaat grinden. Ik hou wel van de muziek in dit spel, though. Het is wel beter dan, like, laten we zeggen, episode 2. Het is upbeat en het werkt voor een Sonic spel. Had deze spel Super Sonic? Ja. Nee, ja, dat is waar. Super Sonic had. Dan was deze spel, ja. Maar als je Super Sonic bent de hele tijd, hoor je dezelfde kutliedje. En het houdt nooit op. Wee! Oh, god. En hier begint natuurlijk Dims met Signature. A moving blocks that can crush you. Ik zweer het, Jesse, hebben dat in elke Dim-spel. Samen met bodemloze pits. Overal. Ah, volgende level, Ennis. Volgende level. Nou, je gaat nu in de ring. Ja. Als je... Ja, ik ben nu van plan om de Chaos Emeralds te halen, want ik heb nou al, ja. Zijn, dus, wat is deze fucking Casino Night Zone, I guess. Ja. Heeft dus een van de moeilijke. En dat is denk ik, het is niet Casino Night Zone, het is Casino Park Zone. Casino Night Zone. Nee, het is gewoon dat na dit heb ik gewoon besluiten om gewoon de andere Chaos Emeralds te halen. Want je hoeft maar 7 te halen. Oké, welke level... Casino Night Zone, welk spel? Casino Night is Sonic 2. Casino Park is Sonic 4, compleet anders. Oh dus, god, je kan niet wachten wanneer ik elke keer een of ander level van een ander spel ga opdoen. Dus, heb jij motion sickness? Alleen in de auto. Oh, well, dan zou je misschien deze level haten, want je beweegt het scherm, de hele scherm. Want voor mij wat er gebeurt is, als ik in de auto zit en ik zit bijvoorbeeld iets te lezen, ik word gelijk motion sick. Volgens mij viel dat uitgelegd, want je ogen denken dat, volgens mij, je ogen denken dat je beweegt, maar je beweegt niet, dus het voelt heel raar. Maar buiten... Yeah. Buiten dat wel. Ik heb daar gewoon een probleem mee. Maar deze level voelt zo disoriënting, want je moet even het scherm bewegen. En je moet soms gewoon denken van waar zit het scherm nu, waar is het alles nu ook alweer?
Begrijp het best. Je zet op pauze, want je weet even niet meer wat de fuck je moet doen. Nee, dat is niet de reden. De reden is dat er callrings zijn. En er zijn die fucking bumpers. En je kan retry klikken. Zodat je het level opnieuw kan doen. Want dat is ook een ding wat van tips van houdt. Fucking bumpers overal. En holy shit, ze laten er levels zoveel bumpers hebben. En nee, ik ben niet Johnny. Ik ga geen pingas overal neerzetten. Pingas. Ik weet niet eens waar dat vandaan komt. Het komt van een van de shows. Van een tekenfilm. Waarom? Waarom? Ik heb geen idee. Want de Sonic shows zijn zo raar. En ook... Awkward. Oh ja, ik stopte met... Volgens mij stopte ik met opnemen en klik op de opname op te laat of zoiets. Ik weet niet. Awkward. Maar ja, jullie zagen de Chaos Emerald al. Ik heb dus een pocket wel even. Nou, je hebt zo'n beetje de hele level, het meeste van het level gezien, toch? Ja. Lijkt bij de Chaos Emerald en alles dat, toch? Dus, ja, dit is bullshit. Nou, als je klaar bent, dan kun je het opnieuw doen. Oh, nadat ik klaar ben,